Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. Allereerst wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor de lieve berichtjes vorige week op de vlog, op de video. Alle nieuwe abonnees, welkom heten. Ik hoop dat jullie op dit kanaal de dingen zien die jullie willen zien. Komt van alles voorbij. De ene keer is het onze nieuw opgestarte bedrijfje Race Room Zeeland, waar je dus even lekker los kan gaan. De andere keer ben ik pc's aan het bouwen. Weer een andere keer ben ik mijn auto's bezig. Klussen in de tuin, aan het huis, noem het maar op. Ik doe echt van alles door elkaar. Ik heb ook nog gewoon een vaste baan tussendoor in de ploegen. De OG-kijkers weten dat natuurlijk allemaal. Vorige week hebben we dus afscheid moeten nemen van mijn moeder. Ja, dat was zwaar. Dat hebben jullie ook in de vlog kunnen zien. Dat ik niet de leuke dingen deed die jullie van mij gewend zijn. Ik wil het dus weer oppakken. Ik ga dus ook alleen de positieve dingetjes die ik wel doe, zeg maar, die ga ik in de vlog steken vanaf nu. Niet te veel meer stilstaan bij dat in de vlog. Buiten de vlog natuurlijk wel. Voor nu zou ik zeggen, pak iets te drinken, pak iets te knabbelen en kijk en geniet naar vlog 146. Ja, en dan zijn we bezig. Staan we in de nieuwe R1. Ik heb een speakertje mee. Ladder of trapje mee. Ik heb hier de kabeltjes opgehangen, hebben jullie gezien. Ik heb de kabelgoten eraf gehaald van de muren. Ik moet alleen nog even de netwerkkabels loshalen en terug op het plafond leggen. Maar die moet intact blijven. Maar als die afknip, dan stopt het hele netwerk hier ermee. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. De balkjes liggen al klaar, die heeft Jordi opgehaald. We hebben in de hal hebben we al platen klaarstaan voor tegen de muren. Dus ik ga nu eventjes knallen. Eventjes die middelste lampen twee eruit halen. Die zet ik dan in de nieuwe of in de oude ruimte die we terug opleveren. En dan haal ik daar meteen de verlichting ook uit. En die steken we hier terug. Dus daar ga ik eventjes lekker mee beginnen. Even lekker mijn hoofd leegmaken. Dat is nodig. A few moments later. Het plafond zit weer dicht. De vier spotjes van Philips zijn gemonteerd. Die kunnen alle kleuren worden. De blacklights zitten erin. Dus het plafond is klaar. Balkjes er tegen. Let's go. Klopt jou en over en heb je dringend behoefte om weer eens vlekken ongeremd en ongegeneerd uit te leven zonder afkeurende blikken van anderen. Weg met die stress om de reeds toe. Zeeland waar even niemand oordeelt. In onze veilige, speciaal ingerichte ruimtes mag je alles kapot slaan en smijten. Heb je muziek erbij nodig om in de juiste stemming te komen? Geen probleem, je kan je eigen playlist draaien. Oké, we hebben de bovenste versterker, dus onder de printer, de middelste unit, zeg maar. Die hebben we toegevoegd van Pioneer. Dat is voor de muziek in de nieuwe Room 1. Ik heb kabels aangesloten, hij speelt. Ik moet alleen nog even de goede boxen aansluiten en netjes ophangen. Vervolgens hebben we in Room 1 de camera, dat is de linkse camera, hebben we aangesloten. Die wijst nu nog naar het plafond. Die ga ik aan de muur schroeven en dan is die ook klaar. In room 2 heb je natuurlijk ook de camera. Nu is het even zo. Je kunt ook kiezen voor één camera tegelijk te laten zien. We gaan eens eventjes kijken hoe we dat het beste kunnen doen. Ik ga in ieder geval de boel eerst eventjes ophangen. En de kabels wegwerken en zo. Dus dat is voor nu. Zo. Je ziet daar en daar de speakers hangen. En daar de camera. Het moest zo zijn, zeker. Prachtig. Kijk dan joh, hij is gewoon helemaal. Oh, super mooi. Vandaag is een dubbele dag. Ik vanmorgen heel eventjes op de zaak geweest. Ik heb de tafel samen met Sophie leeggemaakt. Die heeft vandaag een studiedag. Ik heb mijn statiefje klaar liggen. Het is eindelijk tijd om mijn pc te bouwen. Daar ben ik eigenlijk al heel de tijd een soort van excited voor. Alleen mijn hoofd staat er niet na. Maar doordat ik vanmorgen even wat anders heb gedaan, heb ik een beetje rust gekregen. Dus ik ga gewoon op het gemakje, lekker, rustig, beginnen die pc in elkaar te bouwen. Dus ik zou zeggen, ik zet je op de tripod en kijk maar even mee.
was de eerste keer in mijn leven dat ik CPU koel met een waterkoeling. Die heb ik nog nooit ingebouwd. Antec-kastje was super netjes. Alleen de RGB had geen aansluiting op het moederbord. Dus die heb ik gewoon eventjes puur op de knop aangesloten. Dus dan moet ik nog even induiken. Maar ik denk dat ik er een nieuwe type moederbord met processor en geheugen in ga bouwen. En dan deze gewoon afstand van doe. Maar dan moet ik eerst nog eventjes uitzoeken wat het precies moet worden. Dus die komt binnenkort misschien online. Oké. Ik denk dat het een hele mooie advertentie is. Dan je prijs. Dus dan is de prijs zonder die plus 50 en zonder die 150. Snap je dat? Mm-hmm. Bieden toestaan vanaf. En daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Dat is, daaronder kunnen ze nooit bieden. Maar als je hem te hoog, als je hem te laag inzet, denken ze, oh, maar wacht even, ik heb hem voor 100 euro. Weet je wel, als je daar 100 euro van zou maken. Dat ga ik natuurlijk sowieso niet doen. Maar als je hem te hoog inzet, slaan ze hem misschien over. Ja. Want je weet wat ik geïnvesteerd heb in die computer. En alles wat je meekrijgt is voor jou, voor je nieuwe computer. He, dus dat wat ik geïnvesteerd heb, dat moet je mij terugbetalen op het moment dat die verkocht is. Mm-hmm. Ja, een gratis advertentie maken. En plaats advertentie. Hé, maar dat is leuk, hè? Dan heb je gewoon je eerste PC, heb je zelf gebouwd. Kijk, nou is die geplaatst. Hoppatee. Nou, dan gaan we hem even naar papa sturen. Stuurt hem maar naar papa. Hé, hey, een WhatsAppje van Joel. Hoppatee. Oké, dan ga ik hem als favoriet opslaan. Dat kun je dan ook later zien. Als je dan hier zo naar je advertenties gaat, mijn advertenties. Dan zie je dat hij al 3 keer bekeken is. Nu al? Net nu al. Ik heb hem 5 seconden geleden geplaatst en hij is nu al zo vaak bekeken. Ruikt lekker. Ik denk, ik ga eens even komen kijken. Gebruiksaanwijzing via YouTube. Er kan er niks misgaan, hopelijk. Oh, het ziet er wel lekker uit zo. Oh, het is echt vreselijk. Marloes is aan het koken, een stoofpotje. Het ruikt zo lekker. Ik heb gewoon al een half uur echt gewoon zo zin om te eten. Oh, heerlijk. Nou, op hoop van zegen. Het ruikt wel echt heel lekker. Het is het ook. Echt? Je hebt al geproefd. Ja. Dus jij vindt het lekker? Is mijn missie geslaagd voor vandaag? Ja. Trots op je, man. Man? Ik ben een vrouw. Mam. Oh, mam. Oh. Ja? Mag ik er blijven? Uur. Oh, hij is echt lekker, liefje. Hij is echt lekker. Ja, graag gedaan. Sophie vindt het ook. Die had een bordje aan en die kwam echt helemaal boven die pan uit zo'n beetje. Lekker. Ja, jij mag niks meer van deze pan hebben, hè? Ja, ik heb net voor de tweede keer opgezet. Jij mag niks meer van die pan hebben, hè? Is alles voor jou dan? Ja. Oh. Later that day. Zit je daar ook voor een bankeloon? Ja, zeker. Hoe noemen ze dat? Leuk. Een astroloog of zo? In ieder geval, we staan weer naar de horizon te turen. Want er zou een of andere, wat was dat alweer? Een meteoriet of een komeet? Meteoriet. Meteor, denk ik. Meteor. Zou er ergens naar beneden komen en die zou vandaag goed te zien. Ja, daar, precies bij dat streepje daar zo. Kijk, komeet. Komeet. Ah. En die zou daar ergens moeten zijn. Ja, we dachten het er net maar het al is wel zagen. Een beetje hazy. We dachten het er net al we hem zagen. Maar dat bleek een vliegtuig te zijn, hè? Ja, maar het leek echt niet op een vliegtuig, totdat je die lamp zag kijken. Ah. Het leek... Nee, het is een vliegtuig. Ik zie lampjes. Ja, ik zie het. Het is een vliegtuig. Ja, ik zag net in één keer lamp. Ja, dat dachten we eventjes, maar... Maar zoiets moet je dus kunnen zien strakjes, alleen... Ja, eigenlijk nu, zoiets zeg maar. Zagen we daar iets, ook, hè? Iets compacter. The next day. Ha ha ha!
mes. Dan moet je de pillen, dan leg je allemaal een beetje op. Ja. En dan kom je bij de wijzer en je moet er ook ja. Leggen. Daar zo achter dat bankje op dat bergje. Kun je maar leggen. Of hier op dat bergje. Heb je genoeg stenen? Ik heb er iedereen een steen. Dankjewel. Oh. En ik heb de derde. Daar, en nee. Ik moet ook een steen leggen. Er bovenop. En zodra jij hem erop legt, kan er een punt op zetten. Dan komt paas en wens uit. Je wens moet je voor jezelf houden. Dan mag je iets wensen. Nee, Joël, niet die. En zodra ik hem erop leg. Hij mag punt op zijn. Hij moet ik ga hem andersom leggen. Dan. Zou je hier nog een steen? Zo, voorzichtig, hè? Nu moet er nog een steen. Ja, ik heb hem. Nu Joël. Daarna Sophie. Daarna Marus. Tante. Hier heb ik er nog één. Heeft iedereen er nog een gelegd? Ja, ik heb er één gelegd. Gaat niet, het schuine kant. Oeh, die wordt moeilijk. Laten drogen in een speciaal spul. En wat voor spul is dat dan? Ja, daar zat ik hier even onder. Maar ik weet niet precies hoe het heet, iets met een S. Silicium, Siliconen? Nee. Oh. Het is echt om te drogen. Ik zou het ook niet weten eigenlijk. Het zit normaal in van die kleine zakjes in elektronische apparatuur, in de doosjes daarvan, met die korreltjes. Maar dit zijn fijnere korreltjes. Ja, in ieder geval haal al het vocht eruit, want als je hem zo in de epoxy doet, dan droogt hij heel raar uit en dan had hij toch nog een soort van rotte, ook al ja, omdat er nog vocht in zit, dus dan wordt hij niet mooi. Dus gaan we een week of twee laten drogen en dan gaan jullie weer voorbij zien komen als we die in de epoxy gieten. Oké. Later. De golf. Ik heb het karter er onderuit gehaald. De pakking was sowieso een vloeibare pakking en ik heb nu een gewoon echte pakking. We gaan eventjes leegkiepen en gaan kijken of er niet iets van ijzervelsel in zit. Daarna haal ik het aanzuigbuisje eraf. Volgens mij zat hij helemaal verstopt, maar ik ga even kijken. Als dat zo is, ja, dan is de vraag, steek ik de pomp compleet of steek ik alleen die aanzuigbuis en ga ik dan kijken of het goed is. Aan de andere kant, als de pomp steek, weet ik wel 100% dat het goed is. Die was niet heel duur en ik heb hem en het ligt nu open. Dus ga even kijken hoeveel werk dat is. Als dat echt alleen die poelie eraf, een paar buikjes eraf en klaar, dan steek ik de pomp zeker even. Ik ga eerst even kijken of er geen ijzervelsel uitkomt. Maar als ik het zo bekijk, ja, eigenlijk ziet dat het er dan best goed uit. Nou, je ziet het wel, die lijkt redelijk verstopt te zitten. Maar de pomp is deze unit en die zit met een paar bouten vast. Dus die gaan we gewoon wisselen. Let's go. Ja, doen we even zo. Jongens, ik heb mijn bril op. Dan zie ik het tenminste. Dan zie ik waar ik mee bezig ben. Ik wist eigenlijk niet dat het zo erg was. Maar goed. Ik heb geen idee hoe dit moet. Maar dit is de pomp in ieder geval. En ik heb gekeken bij de nieuwe. En er zijn gewoon drie bouten. Dus die gaan we sowieso eraf halen. En die spanner. Ja, dan moet ik even kijken hoe die werkt. Want ik denk dat die spanner. Dat ik die gewoon terug kan drukken. Zo. Goed, jullie hebben gezien, kartenpakking past niet. Het pompje zit er netjes op. Dus origineel pakkingje besteld. Gelijk 6 boutjes mee besteld, of 8 eigenlijk. Dus ik hoop dat die overmorgen binnen zijn. Op vrijdag, kant van het weekend in elkaar.
Ja, en dan zijn we weer aangekomen bij het einde van de vlog. De epoxy kan pas over een week of twee, want de rozen moeten eerst drogen. De golf wacht ik even op onderdelen. Die verwacht ik het weekend binnen. En dan ga ik die zo snel mogelijk monteren. Dus waarschijnlijk volgende week in de vlog kunnen we een testrun gaan doen. Nou ja, jullie hebben gezien dat ik bezig geweest ben met de containerbak. Dus eigenlijk de omkasting voor de containers netjes weg te werken. De plankjes heb ik gezaagd. De balkjes had ik vorige week al gezaagd. Ik hoop eigenlijk tegen volgende week's vlog het frame in elkaar te schroeven. En dan kijken of de plankjes voldoende zijn. Die kunnen dan geschilderd worden in de tuinbeds tegen het verweren en vergaan. En als die droog zijn, dan kunnen we hem in elkaar zetten. Ik moet de ondergrond nog eventjes vlak trekken met tegels. Ik weet niet wanneer ik dat ga doen, maar alles op zijn tijd. Dan gaan jullie gewoon vanzelf voorbij zien komen. PC, daar gaan we ook nog eventjes mee verder. Maar dan moeten we even een plannetje maken wat we ermee gaan doen. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie volgende week donderdag om 5 uur weer. Later!